Het hoofdstembureau van Wanica heeft gisteren een openbare zitting gehouden over de resultaten van de verkiezingen in Wanica. In het tweede grootste kiesdistrict zijn er in 7 resorten 70.618 stemmen uitgebracht. Uit dit aantal zijn 2.168 stemmen op DNA-niveau ongeldig verklaard. De VHP heeft met het aantal van 40.753 de meeste stemmen behaald in Wanica. Partijvoorzitter Chandrika Prasad Santokhi mocht als lijsttrekker rekenen op 29.440 stemmen. Hiermee heeft de VHP 5 zetels kunnen veroveren. De NDP heeft 11.483 stemmen van het volk gekregen. Lijsttrekker Ashwin Adin is met 5.601 stemmen als enige op de NDP-lijst gekozen tot parlementariër. De PL, die een lijstverbinding is aangegaan met de ABOP, heeft 8.413 stemmen vergaard. De meeste stemmen gingen naar de ABOP-kandidaat en nummer 2 op de lijst Miquella Huur. Volgens voorzitter van het hoofdstembureau Wanica Noordoost, Audrey Hankers, is het proces verbaal reeds doorgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau. En wij wachten dan de officiële uitslag vanuit CHS af. Hoe ziet het eruit qua resultaat? Welke stemmen kunt u even in volgorde aangeven? Welke partij de meeste stemmen heeft behaald? Hoe dat toegaat? Op RR-niveau heeft de VHP de meeste stemmen behaald. En daaruit voortvloeiend dat de meeste stemmen op DR-niveau dan ook gaan, de DR-zetels dan overgaan naar de politieke organisatie, de VHP. En ook DNA. DNA is de zetelverdeling als volgt: 5 voor VHP, 1 voor PL en 1 voor de NDP. En wat volgt hierna voor het hoofdstembureau? Wij gaan ons terugtrekken om te finaliseren de PV's, ja, de procesverbaal. Dat gaan wij dan nu afronden en dat opsturen naar het CHS. Volgens doekandidaat Gloria Liquishu heeft het hoofdstembureau van Wanica hard gewerkt tijdens en na de verkiezingen en is de partij tevreden met de gang van zaken. Ook VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin komt aan het woord. Hij geeft aan dat zijn partij altijd heeft gevochten voor transparantie tijdens de verkiezingen. Ik zie gewoon dat zij met de gegeven middelen en mogelijkheden hun uiterste best hebben gedaan om een goed resultaat te presenteren vanmiddag. En als mens moet je hun daarvoor bedanken, absoluut. Hoe heeft Doe het gedaan hier in dit district? In dit district hebben we ongeveer 500 zoveel stemmen gehaald. Het is dus best wel een dramatische terugval. We steken vooral als partij de hand in de eigen boezem. En zijn dus druk bezig met een interne transitie die al was ingezet voor de verkiezingen, maar nu gewoon zijn voortgang zal vinden. We hebben een evaluatie ook gehad met onze structuren. En ik mag zeggen dat we zelf als bestuur bijzonder verrast zijn door de vuur, energie en de spirit die we zien bij de mensen. Er zijn heel veel goede plannen op stapel voor Doe-partij. Wanneer je ziet dat men eigenlijk zonder het publiek kenbaar te maken welke handelingen men doet, dat je dan soms irritatie kreeg. Ik begreep wel druk. Anderzijds was het zo dat er afspraken liepen van oké, 11 uur niet, het wordt dan 3 uur in de middag. De mensen hebben hier gewacht tot 3 uur. Dan is het verschoven naar bijna 11 uur terwijl er lockdown was. Dus er was irritatie. 11 uur was het weer niet. Toen vroeg men, iedereen is moe, kunnen we niet volgende ochtend dat doen? En de volgende ochtend weer, de mensen hier. En toen kwam er nog maar niets. Dus uiteindelijk zeiden we van, als we het 2 uur niet krijgen, dan gaan we naar binnen met de media. Heeft u uitgescholden? Nee, absoluut niet. Wij kregen het bericht van dat u zich zou hebben misdragen. Absoluut niet. Nee, misdragen in de zin, als u dat misdragen noemt, misschien met een beetje stemverheffing iets te vragen, dan is, als u dat misdragen noemt, dan is dat misdragen. Maar, ik heb het niet genoemd, we kregen het te horen. Maar meneer Gayadin, hoeveel stemmen zijn op u uitgebracht?
In de buurt van Kenny uit het Hoef, in de buurt van 3000. VHP-parlementariër Sisko Margayadin en daarvoor doe kandidaat Gloria Liquishu. Zij spraken gisteren tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau Wanica. De verkiezingsuitslag in kiesdistrict 2 is rond en openbaar gemaakt. Er zijn 70.618 stemmen uitgebracht.